Goedemorgen, lieve, lieve mensen. Het is vandaag, ik moet even op mijn horloge kijken, donderdag 4 augustus. En ik ben wakker geworden op Madeira in het huis van Gorik, zijn vader en stiefmoeder. We hebben net een ontbijtje op, maar ik moet zeggen, dit bed is daadwerkelijk zo anders als thuis dat ik lichte moeite had met lekker slapen. Het is zeg maar heel erg, als ik het omdraai dan zie je het denk ik wel. Het is heel erg hard en deze naden, daar voel je zeg maar de veren helemaal doorheen. Dus ja, dat is voor mij even wennen. Maar niet slaap zo lekker als bed van thuis natuurlijk. Het goede nieuws is dat ik wel gewoon een paar uren heb gepakt. Mijn neus zit niet meer verstopt, ik hoop dat het zo blijft. Weet je wat ook een beetje freaky was? Er staat hier een soort van, weet ik veel, kast met meer knuffeldieren dan ik ooit heb gehad in mijn kinderleven. En die staren je echt zo aan. Maar wat dan wel weer schattig was, dat ik ook naast een mini Goedriek slaap. Ik weet niet zeker welke van de twee wie is, maar als ik moet gokken, ik geef eerst jullie de kans. Wie denk je dat wie is? Ik denk dat dit Rodrigo is, want die heeft een iets groter hoofd. En als je deze foto bekijkt, ja, is het een vrij groot hoofd. Oké, volgens mij ben ik zo goed als... Ah, ik ga dichtbij. Klaar voor de hike. Ik wilde nog even het uitzicht laten zien. Oh, kijk, de geiten gaan net. Oh, vandaag kunnen we echt goed testen. Oh, die dit zo. Kijk hem gaan. Dit is het uitzicht. Mooi, hè? Pedro en Madeleine hebben de andere kamer en daar heb je uitzicht over de zee. En we hebben zelfs een balkonnetje. Ik heb toch een kort broekje aan, ondanks dat je kan zien dat het vandaag bewolkt is. Maar het is wel gewoon 20 graden, het is gewoon warme wind, zeg maar. En ik dacht dit shirtje erbij, die kan ik eventueel ook gewoon lang maken. Ik heb hem nu gekropt. Maar dan denk ik dat ik het wel warm genoeg heb. Als ik deze dicht doe, dan zien jullie mij denk ik niet meer. Maar in principe ben ik klaar. Ik trek mijn schoenen aan en dan gaat het best nog wel mee. Goeie camera hoor, potverdikkie. En dan ga ik er vandoor. Na anderhalf uur rijden zijn wij hier terecht gekomen. I think that cow is pregnant. Is it? Ja. Denk het wel. En we gaan hier dus de hike doen. Pedro heeft een beetje issues met het parkeren van de auto. Maar ik doe alsof ik het niet zie, want dat is allemaal wel zenuwachtig genoeg. Madeleine is very impressed with the cows. She loves cows. I mean, ja, waarom niet? Dat ziet er echt uit alsof ik erin wil zwemmen, maar dat mag niet. Ja, dat is slim. Laat hem het maar dragen. Maar als het goed is gaan we dus zo naar het waterval lopen. Alleen Goedriks vader is er nog niet. Het uitzicht van deze kant kijken. Nee, de andere kant is mooier, hè? Kijk, we zijn boven de wolken nu. Het kleine probleem is dat ons pad begint. Of we hebben een leuke reisleider. Ja. Ze zijn allemaal heel bang voor koeien. Misschien heb ik iets te veel koeien gezien en ben ik niet bang genoeg. Maar de weg is zeg maar kind of versperd door koeien. Gaat helemaal niks. Wat jij, schat? Even een keer. Als ik zeg dat het koud is, dan bedoel ik ook echt heel koud. Dit is gewoon echt ijswater. Alles deed zeer, maar we did it. We did it. I mean, I'm happy I did it. No? Yeah, it takes 5 minutes. Yeah, yes, it's just my legs for you. They are like numb, yeah. Look at them go! Roman! Vanaf de andere waterval kun je doorlopen naar deze. En hier springen dus ook mensen, maar dan heb je zeg maar wel echt professioneel met een bedrijf en
kabels en dingen. En dan kun je dus zeg maar een soort van naar beneden. Maar hier is ook een kleine waterval. Als je goed kijkt, ik ga kijken of ik kan inzoomen. In die andere zag je dat ook. Oh, hij stoot scherp op de planten. Allemaal visjes. Het is hier zo mooi. Ik snap niet dat Godric mij hier nog niet eerder mee naartoe heeft genomen. Want dit is echt een van mijn favoriete plekken tot nu toe. Deze vrouw heeft een ijsje gekregen. Ik ben gewoon een beetje jaloers. Nou, we hebben ook lekker eten besteld. En even wat water, ik moet zeggen. Hier stond ik je er niet. Dat is het leuke van een eiland waar je ook heen rijdt. Maar het is wel echt warm. En ja, ik ga het straks laten zien. Daar zijn een soort van natuurlijke zwembaden. Maar ik wilde vooral even het ijsje laten zien. Rodrigo is net terug. Hoe kan je hem reuwen? Grote rijles. Grote praatjes. Iedereen vindt het leuk. Maar we zijn dus nu bij een soort van natuurlijke zwembaden. Ze hebben dus een soort van een muur gebouwd waardoor hier een zwembad ontstaat van zeewater. Dus je is niet zo lastig van stromingen en golven. Best wel koud, maar ik heb me er overheen gezet, want ik wilde graag toch proberen te blijven zwemmen, dus dat heb ik gedaan. Ik heb alleen een handdoek meegenomen en de zon is hier dus aan deze kant van het eiland niet. Dus voorlopig sta ik hier op te drogen, maar je hoort mij niet klagen. Ik geniet van het Portugese verhaal, ondanks dat ik het niet versta, omdat ik gewoon hoor dat het best wel intens is. Ik ben ondertussen achter de laptop gekropen. Louise is het ergens niet meer eens, die hoor je op de achtergrond. Om te editen. Ik geniet heel erg van deze dagen, maar ik vergeet ieder jaar weer hoeveel energie het me kost. En ik had natuurlijk al dat ik verstopt zat vanwege die allergie en dingen. En ik denk ook doordat het dus me zo zwaar valt en ik zoveel van mezelf vraag, dat ik automatisch, want het is echt letterlijk. You heard that? Ja, dat was heftig, ja. Ik heb hem er even uitgebonjourd. Ik zeg, laat me dit even afmaken. Ik zeg, dan kom ik. Want uiteraard hebben we ook nog geen avondeten gehad en is het al 10 uur geweest. Nou heb ik vanmiddag echt dik geluncht, omdat ik dacht, dit gaat weer gebeuren. Maar, wat was ik eigenlijk aan het zeggen? Oh ja, dat ik dus altijd verkouden word of niet helemaal lekker ben. En heb ik dus nu weer. Dat ik denk, ja, mijn neus zit nog steeds verstopt. Ik krijg nu ook een beetje last van mijn keel. Ik heb zojuist, toen wij thuis kwamen, gezegd, laat ik even een coronatest doen. Hebben jullie liggen? Nou, die hadden ze. Die was gelukkig negatief. Maar dan denk ik echt, volgens mij is het gewoon mijn weerstand. En het alles wat me zoveel energie kost. Dus ik moet gewoon ook iets beter voor mezelf zorgen, denk ik. Iets vaker gewoon aangeven van, superleuk, maar ik moet eigenlijk iets eerder avond eten. Ik heb ook echt zo weinig gegeten vandaag. En dan ga ik nu avond eten en dan kan ik echt weer niet slapen met zo'n volle maag. Het is gewoon allemaal anders hier. En het is ook oké. Maar ik moet even proberen om iets meer aan mezelf te denken. Dus dat, nu kan het nog. Het is pas dag 2, hè. Ik heb nog 10 dagen te gaan. Dus het zou wel fijn zijn als ik even iets aan doe. Lieve schatten, mijn video voor morgen is klaar. Ik heb een paar, nou echt letterlijk 3 hapjes pasta op, omdat ik echt niet meer kon. Maar ik vond het ook zo wat om niks te eten. Maar nu, wat ik nog wel wilde zeggen, de hike. Het klinkt hier echt mega hol, ik sta in de badkamer. Maar de hike van vandaag is echt een dikke vette aanrader. Zeker voor mensen die zeg maar, net als ik, van zichzelf niet per se heel sportief zijn. Want het is dus wel 45 minuten lopen. Maar het is alleen maar rechtdoor. Dus niet bergop, bergaf, bergop, bergaf. En dat is super, super chill. Dus ook denk ik met kinderen. Ja, ik vind het lastig om mijn leeftijd te zeggen. Maar Louisa is 6 en zij was er gewoon bij. En dat ging top. Dus ja, zeker 1 voor de aanraders. Omdat het dus echt een makkelijke hike is met eigenlijk een van de mooiste eindlocaties die ik ooit heb gezien. Dus ik kan even niet nu de locatie noemen. Dus die zal ik even in de beschrijving zetten. Want dat weet ik even niet. Moeilijke naam. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.